Fokskroof is heel belangrijk, de zoogdierresten die daarin aangetroffen zijn. Henk Geertsma heeft ook kampementen ontdekt. In 1987 doet hij de vondst van zijn leven. Bij het gehucht Schuilenburg ten noorden van Berchem wordt in die jaren een zandafgraving aangelegd. Het oeroude keileem ligt er bloot en Henk vindt er spitsen. En die heb ik ook aan de vermaning laten zien. En die was zo blij als een kind. En die zei van nou hier is het, hier heb je nou een smilde spits, Henk. Net zoals wat en net wat hij had uit Smilde. Wat hij in Smilde had ontdekt. Die heb ik nou ook even meegenomen. Kan ik hier ook laten zien. Hier zie je gewoon spitsen. Maar waarom ging je nou niet naar het Biologisch Archeologisch Instituut toe? Omdat dus die kwestie vermaning toen al speelde. Dus dit is vals. Dit mag niet bestaan. Dus als ik daar... Ik ben wel eens in het Fries Museum geweest. Heb ik wel dingen laten zien. Toen woonde ik nog in Friesland dus. Toen ben ik naar het Fries Museum geweest. Heb ik voorgelegd. En die hebben dat als door de graafmachines gemaakte producten afgewimpeld. De vondst van Henk Geertsma is groot nieuws. Wetenschappers doen een opgraving. Maar het levert niets op. Alleen krantenartikelen herinneren er nog aan. Stenen die Geertsma zelf opgroef worden genegeerd, dan wel afgewezen. Bij hem thuis liggen ze uitgestald naast al zijn andere vondsten uit Groningen, Friesland en Drenthe. Schrabbers bijvoorbeeld. Ze hebben steen, daar slaan ze een stuk van af. En dan routeceren ze dat. Dus zeg maar die retours, die rand die je hierop hebt. En dan schrabben ze de huiden mee van de mammoeten. Maar je hebt natuurlijk verschrikkelijk veel verschillende typologieën werktuigen. He, boren, stekers, schrabbers, bijlen, he, hakbijlen, dikke getande schrabbers en de pijlpunten. Deze spits uit Schuilenburg is volgens hem onmiskenbaar door mensen gemaakt. Nou, hier dus, hier zie je dus die retours. Ook hier. Ook hier. En ook hier. De ene kant is van die kant geslagen, de andere kant is weer van deze kant geslagen. Dus het is om en om geslagen. Maar die zijn afgewezen? Die zijn gelijk afgewezen door Stapert. Door, nou, niet wetende hoe ontstaan. Dus die bewerkingssporen die kennen die niet. Messen en vorken zijn het voor hem, zegt Henk Geertsma. Hij herkent prehistorische werktuigen als geen ander. We hebben toestemming gevraagd om bij een zandafgraving in Eem te mogen zoeken. De beheerder heeft voor onze komst even rondgekeken. Er ligt veel vuursteen bij, zegt hij. En daartussen vindt Henk Geertsma al snel wat afslagen. Even later komt hij met een mooie vondst. Je gooit veel weg, maar heb je al wat gevonden? Ja, ik heb net wat gevonden. Ik kan het wel even laten zien. Hier is een hele mooie afslag met een schoksplinten eraan dat er afgaat. Dus woeps, het is van zo'n steen geslaan. En hier zit een hele mooie schaber op gemaakt. En een haakmes. Is dit onwaarschijnlijk dat je ze zo vindt? Ja, je moet er wel oog voor hebben natuurlijk. Maar gewoon die kans heb je. Hè? Dat zie je wel. Hè? Hoe bijzonder is dit nou? Ja, voor mij is het een schat. Dit is gewoon een juweel. En voor een wetenschapper? Ja, grind. Grind. Ja, dat is gewoon, daar kun je grindpad mee aanleggen als je veel vindt. Bij een zandgroef, hij vindt hem zo. Mm-hmm. Dat kan? Ik zou het stuk... Het kan. We hebben... Ik heb het stuk bij me. Ja, een stuk bij je. Ja, echt. Ik stond er bovenop. Ja. Dit kan je iedereen laten zien, elke buitenlander. Je mag ermee naar buitenland gaan, maar dit is oude steentijd. Ja, het ziet er niet slecht uit. Het punt is, je zou bij dit soort stukken... moet je de context kennen. Dit is ongelooflijk. Je kan ook wel denken, je hebt hem in de grond gestopt hier. Maar je ziet het, dat ik dat hier gewoon toch gevonden heb. Het zou best een artefact kunnen zijn, maar dit is niet overduidelijk. Ja, absoluut. Dit is gewoon een museumstuk.
Die is in het museum. Ja, maar als jij in dit tempo stenen vindt... Ja, maar daar moet je ook jarenlang voor zoeken en jarenlang kennis op doen. En dan kun je dat herkennen. Ik zou zeggen, op zo'n plek moet je verder blijven zoeken tot je duidelijker dingen vindt. En dan is natuurlijk de tweede vraag, hoe oud is het? En daar is helemaal niks over te zeggen, omdat er dan de oppervlak gevonden is. Wetenschappers hebben altijd moeite met de stenen van Henk Geertsma. Ja hoor. Dit is er weer een. Zit hier dus wel. Volgens Henk hebben alle stenen op zijn tafel duidelijke bewerkingssporen. Neandertalers moeten ze hebben bewerkt. Volgens Roebroeks is dat op zich goed mogelijk. Neandertalers die Limburg, Engeland of Duitsland doorkruisen, komen ook in Noord-Nederland. Dat kan zeker. Kijk, Boksgroof, dat is een beetje naar het westen van hieruit gezien. We hebben in het Duitse, in het Rijnland, bij Koblenz, zijn vindplaatsen van de ouderdom van Boksgroof. Dus het is alleszins voorstelbaar dat je dat ook in Noord-Nederland vindt. En dan liefst niet een losse fonds, maar een groep? Nou nee, als je zo'n stuk vindt in lagen die waarvan geologen kunnen zeggen dat is 500.000 jaar oud, dan ben je klaar natuurlijk. De vorm zelf zegt niks. Die vorm die blijft vele honderdduizenden jaren lang hetzelfde. Die enige zijn. Het kan dus wel, zoals ook Vermaning al voorspelde. Ik ben er dan ook zeker van overtuigd dat zeer binnenkort de mensen op korte termijn meerdere van deze fondsen het licht zullen zien. En hoe zullen de heren Waterbolk en Stapert zich dan moeten verantwoorden als nieuwe fondsen het licht zullen zien? Vermaning is in 1987 gestorven, gefrustreerd door het uitblijven van erkenning. Geen wetenschapper uit binnen- en buitenland heeft zijn vingers willen branden aan zijn vondsten na de afwijzing in Nederland. Een jaar voor zijn dood doet hij zijn levensverhaal. Als ik zou hebben geweten, van tevoren, het is me goed als een mens het niet weet, dat ik zoveel ellende zou moeten doorstaan voor die vondsten van Hoge Smilde, waar ik toen vreugdetranen voor gehuild heb van de ontdekking, dan had ik ze stuk voor stuk in een tas gedaan en ik had ze zo de Smilligervaart ingegooid. Ik had ze zo de Drentse Hoofdvaart ingekeild. Ja, dat is eerlijk waar, dat meen ik echt hoor. Roebroeks negeert de vondsten van Vermaning ook. Maar hij doet wel opmerkelijke uitspraken over de mogelijke ouderdom van erkende vondsten, als de vuistbijl van Wijnje Terp. In het noorden is de oudste vondst, dat zijn oppervlaktevondsten. Bijvoorbeeld de vuistbijl van Wijnje Terp. Die is typologisch qua vorm, kan die van alles zijn. Kan die ook zo oud zijn als dit, maar hij kan ook 15.000 jaar oud zijn. Dus dan komt de geologie om de hoek kijken. Het glanst enorm en die kan je naast de vuistbel van mijn opa leggen. Dat is dezelfde tijd. Dat is exact hetzelfde. Zou u zijn verzameling uitgebreid willen bekijken? Dat past niet in mijn onderzoek. We zijn bomvol met allerlei ander leuke onderzoek. Want ja, zoals ik al zei, ik vind het vanuit onderzoeksgeschiedenis is het een interessant thema, die hele zaak. Maar wij doen onderzoek in andere gebieden en andere regio's naar andere vragen. Dat hij er niet de tijd voor wil nemen, dat zegt genoeg voor mij. He, dat iemand die 20 jaar zoekt of naar de vermaningszaak en eindelijk met soort bewijzen komt, waar iedere keer niet naar wordt gekeken. Of het is niet duidelijk genoeg, dat is ook duidelijk voor mij. Wetenschappers hebben weinig belangstelling voor de oude steentijd in het noorden. En dat is jammer, volgens Roebroeks. Want volgens hem valt er nog heel wat te onderzoeken. Maak eens een programma om te gaan kijken waar de oude afzettingen zitten in het noorden. Het zou wel eens de moeite waard zijn om zeg maar die negatieve energie eens in iets positiefs te duwen. Net zoals we in de begin 80er jaren, eind 70er jaren... in Zuid-Limburg met een groep amateurarcheologen al die groeven zijn gaan afzoeken, waardoor Belvedere ontdekt werd. Maar jij gaat nog een keer de fonds doen die zeg maar de zaak hier in Noord-Nederland tot een geschiedenis van 400.000 jaar oud brengt? Ja, dat hoop ik wel, maar dat zijn natuurlijk blijven losse fondsen. Ik vind dit nog belangrijker, dat die mensen hier geleefd hebben, net zoals de stenen van Vermaning. Dat is, die mensen hebben op deze bodem geleefd, daar gaat het om. In die periode leefden hier wel degelijk mensen. Een vervalser als Vermaning, zo zal hij niet worden omschreven. Al is het alleen al omdat de wetenschap geen interesse heeft in zijn stenen.
Het trauma vermaning heeft daarvoor te diepe sporen gedaan.